Op naar het visé van coach Doeven dat zich mocht opmaken voor de komst van Hubo Inicia Hasselt, waar beide teams elkaar in evenwicht kunnen houden. We spelen dik 5 minuten, het staat 5-5. Coach Delpire en de zijnen moeten dan wel toezien hoe de thuisploeg een kloof kan slaan en kan uitlopen naar een 12-7. Toch zijn de Limburgers nog niet verloren, want ze vechten als leeuwen en vinden terug de aansluiting. Zodat we de rust ingaan met 1 goalverschil op het scorebord. 16-15. In het begin van de tweede periode kan Hasselt nog even meegaan, maar wanneer we halfweg zijn, en mede dankzij een goed spelende goalie Siro, loopt Vizé halfweg de tweede periode uit naar een 24-17. Vizé komt niet meer in de problemen en wint de wedstrijd met 29-20 en komt zo op gelijke hoogte van Bevo en op 2 punten van de tweede plaats waar de OCI Lions staan. Inicia Hasselt staat met 9 punten op de 9e plaats en moet vol aan de bak om niet als voorlaatste Belgische club te eindigen in het algemeen klassement en zo net als afgelopen seizoen de playdowns in een best of 5 te moeten spelen. Deze groep moet je proberen de play-off in België te halen en de talent is er. Alleen ja, ik zei het, moeten meer als ploeg spelen en dat proberen op training eigenlijk erin te brengen. Maar het is niet gemakkelijk. Hè. Het is al 2-3 jaar een ploeg die altijd zijn eigen zin heeft gedaan. De speler zelf beslist en zo allemaal. Maar nu is het andere wind en nu moet je ze luisteren en een discipline erin brengen. En dat vergt tijd en ik heb 8 nieuwe spelers. Maar ik zeg het, ik ben enthousiast, ik heb een goede groep. En nu blijven we werken, dan gaan de punten vanzelf komen. Ja, de belangrijkste wedstrijden, elke wedstrijd is belangrijk. Hè? Je wil de thuismatch, je wil je graag winnen. Tegen Bocholt, ja, dat is de ploeg die denk ik, nog maar 2 keer 2 punten verloren heeft tegen Bevo. Ja, we zullen zien hè, of, hoe ver we staan. Bocholt is heel goed aan ballen, geloof ik. Europees ook wel indruk gemaakt. En ja, goed, dan kunnen we kijken hoe ver dat we staan. En ja, dat weten we dinsdag. Hè?